Heel goedenavond, beste mensen. Ik begroet jullie hartelijk en nodig jullie onze huidige webinar van SkyWorld Community op 10 augustus. Volgens de afdeling Midden-Oosten van het project werd haar test- en certificeringscentrum bezocht door de heer Jayan Singh Rathore, adviseur voor toerisme en investeringen van Nationale Adviesraad in Toerisme uit India. Hij werd vergezeld door het heer Cyril Saji George, managing partner in Ecolit Building Contracting LCC, een internationaal bouwbedrijf. De bijeenkomst werd geopend met de presentatie waarin de solide voordelen van de stringtransport werden gedemonstreerd, die bij alle investeerders bij RSW-systeem reeds bekend zouden moeten worden. Volgens leerden de delegatieleden een aantal fijne knipjes van de bouw- en exploitatie in vraag, de vervoerscomplexen en bespraken van de vooruitzichten voor integratie en de stringtransport in de Indische toeristische sector. De heer Jayan Singh Rathore informeerde naar de mogelijkheid om het bergachtige terrein van India, het belangrijkste vakantieoord, de staat Goa, infrastructuur voor stringvervoer aan het leggen en exploiteren. Vandaag beschikt stringtechnologie over alle nodige middelen om de kwaliteitspaden te bouwen in de klaar- en commerciële projecten uit te voeren in welke regio van India, met even welke natuurlijke en klimatologische omstandigheden, met inbegrip van bijvoorbeeld de
hooglanden van Goa, de heer Kajan Sinkrator, liet een positieve reactie achter in het gastenboek. Het wenste een succesvolle uitvoering van de stringwegenprojecten in India. Mobility Live Middle East is het belangrijkste mobiliteitsevenement in de regio, waarin de baanbrekende technologie en innovatie voor de broodnodige veranderingen zorgen. Het brengt de ontwikkelaars hun technologieën uit houding tegenover belanghebbenden in alle modi en disciplines samen om te dialogeren, ideeën te creëren en samenwerking te bevorderen. Mevrouw Somya Velappa, show sponsoring manager, en de heer Olivier Boel, show conference manager, brachten als promotoren van het show die op 15 en 16 mei 2023 in Abu Dhabi National Exhibition Center zal worden gehouden en bezoek aan het test- en certificeringscentrum voor de stringtechnologie, vergezeld van vertegenwoordigers van het Sharjah Research Technology and Innovation Park, mevrouw Sandrine Boukpetit, de heer Yacoub Al-Tahtamouni en Mohamed Bahani, genodigd te krijgen futuristische elektrische voertuigen te zien en ultrasnel vlaggenschip en gecertificeerde tropische module, die mock-up van de lineaire stad en nog veel meer. Bezoekers konden te kennis maken met een breed scala aan de rollend materiaal voor passagiers en de vrachtvervoer. Na een bezoek van de controlekamer hebben de leden en de delegatie gewezen op de originaliteit en innoverende karakter van het Linear City concept, en het kantoor van de onderneming wordt gepresenteerd. Tijdens de volgende videopresentatie werd de aandacht van de genodigden gevestigd op het vooruitzichten voor het voorlegging de oplossingen aan het gebied van de stringtransportinfrastructuur. Op de 6e internationale topconferentie over het Noordpoolgebied heeft String Technologies en veel belovende ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de noordelijke gebieden gepresenteerd. Een van de voorstellen is de optimalisering van de vrachtvervoer over de noordelijke zeeroute. Het idee om het zeehavens te bouwen met een geïntegreerd vervoerssysteem. Het voordeel van de dergelijke logistieke hubs is een afstand op het kust te worden gebouwd. Hierdoor vervallen de aanzienlijke bouwkosten die in de buurt van land nodig zouden zijn. Het proces van het leveren en goederen en passagiers vindt automatisch plaats via een string viaduct die haven met het land verbindt, met behulp van elektrische auto's op stalen wielen. Elke schip is een aanlegplaats nodig en in elk element van volume van de maritieme verkeer toe bijgevolgd worden diepwaterhavens steeds drukker. De oplossing voor de problemen zou kunnen liggen in de ontwikkeling van de radicaal nieuwe zeehavenconcept en betaalbare en milieuvriendelijker door het gebruik van stringtechnologie. Hoe kan die stringtechnologie de kosten optimaliseren om het in milieu te sparen? De alternatieve oplossing van onderneming, de bouw en zeehavens, waarin de sneltransportsystemen is geïntegreerd, een dergelijk logistiek een complex zal worden het gerust voor de aanmeren en de repareren van de schepen, van het laden en lossen daarvan en de inschepen van de passagiers. De havencomplex ligt in zee en natuurlijke dieptes. Die stringtransportinfrastructuur maakt het mogelijk vracht af te leveren op het punt van dan tot 10 kilometer van de kust verwijderd is, wanneer daar in haven wordt aangelegd, is het niet nodig om een plaats vrij te maken voor een aannemer van de schepen dankzij aan de natuurlijke diepte.
Die pierconstructie kan worden gebouwd in de paalfundatie op het drijvende verankering pontons. Hierdoor worden de mechanismen lichter, er worden de moeilijke baggerwerkzaamheden tijdens de bouw vermeden. Daardoor zijn de kosten voor het bouwen en exploitatie van de dergelijke offshore faciliteit veel lager dan die traditionele havens. Tegelijkertijd, zo beweert men dat ontwikkelaars en het maritiem complex dat met stringtechnologie is gebouwd, het ecosysteem is de kust offshore gebied, kan niet schaden. Het bedrijf schat die oplossing gestart van de vrachtvolume van de noordelijke zeeroute wordt vervoerd. De 40 houden specialisten zijn van de mening, wat is stringtransport met een snelheid van 150 km per uur. De logistieke kosten zal verlagen en de kosten van de zeevervoer zal ook gezinnelijk dalen. Beste vrienden, volgens de bericht van de Midden-Oosten taak van het project en Stringline oprichter heer Anatoly Junitsky heeft een workshop gehouden over het bouwen van de vierde testbaanstructuur in het onderzoekscentrum in Sharjah. Bijzondere aandacht werd besteed aan de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, de veiligheid, de beheer van de aannemers en de leveranciers tijdens het proces waarbij die aannemer werd betrokken, werd het model van 6 meter op het ware grootte geassembleerd en gedemonstreerd hoe de componenten in elkaar pasten. Die stellen van het team in staat eenvoud van de ontwerp en de mogelijkheden van de assemblage visueel te oordelen in enkele ontwerpkenmerken te tonen, waaronder een toelichting aan de plaatselijke aannemer in Arabische Emiraten, waar men nog eerder in een dergelijk ontwerp in aanraking was gekomen. Tijdens de bijeenkomst werden enkele installatiestappen vereenvoudigd en werd gewezen op het hoge veiligheidsmilieu eisen aan de werkzaamheden worden gesteld. De spoorstructuur zal 2400 meter lang zijn, met overspanningen van 144 meter en 288 meter. Het is een ontwerp van de zware vrachtwagens en de containersvoertuigen met een bruto gewicht tot 60 ton. De lage verhouding tussen gewicht en afmetingen, de grotere breedte, het traveen en de lage kosten maken de schraagbruisconstructie en de concurrerender in vergelijking met conventionele soorten van transportinstallaties. Geachte beleggers, om te voldoen aan het beginstel van de transparantie en de inhoud van het project, publiceert een stringtechnologiebedrijf, Skyward Community, een jaarlijkse controle van zijn financiële staten. Onlangs heeft BDO LLC de financiële staten van de stringtechnologie gecontroleerd, overeenkomstig de internationale normen voor financiële verslaglegging. De accountant heeft in vastgesteld dat de jaarrekening in alle materiële opzichten in een getrouw beeld geeft in een financiële positie van de vennootschap per 31 december 2021 in haar financiële prestaties en de klaarstromen in het jaar eindigt op het 31 december 2021, die overeenstemming van International Financial Reporting Standards. Beste collega's, volgens een nieuwe artikel van het projectiebureau van Midden-Oosten wordt in Afrika in alle opzichten heel heter. Het test- en certificeringscentrum van stringtransport werd onlangs bezocht. Dr. Charles Kwagen Asafo en met zijn vrouw, een algemeen directeur van Ewa Asse Company Limited, die Ghanese onderneming voor de distributie en infrastructuurdiensten, de delegatie. Leden werden geïnformeerd over de gecertificeerde tropische module. Die is ontworpen voor de doorstreken en maximaal bedrijfstemperatuur.
tot plus 55 graden van Celsius maakte en Ritchie op het waarbij hij aangenaam onder indruk waren op het hoge comfortniveau. In de controlekamer maakte de gasten kennis met de software die een enkele persoon in staat stelt een groot aantal machines op een streamline tegelijk te bedienen. Ze leerden ook over de zuinigheid, milieuvriendelijkheid en natuurlijk de veiligheid van de elektrische hoge snelheidsvoertuigen en de stalen wielen die onder de indruk zijn de bezoekers prezen het comfortabele VIP-interieur van de vlaggenschip. Een model van de lineaire staat met 5 snarrails had hetzelfde effect. De bijeenkomst eindigde met een positieve noot, waarbij de gasten hun dank uitspraken voor de interessante rondleiding en het hoop uitspraken voor de toekomstige ontwikkeling van de stringtransport in het Afrikaanse continent. Het project blijft de samenwerking met de ondernemingsinstellingen ontwikkelen en de steun actief van die aspiraties van jonge talenten zo voor kennis in het gebied van moderne technologie. Zoals wij in de eerste berichtte, hebben de stringtransportspecialisten met veel plezier hun ervaringen gebeld met de studenten van de Universiteit van Carthago, Republiek Tunesië. En de college van de Schone Kunsten en Design van de Universiteit van Sharjah. Volgens een recente verslag van de afdeling Midden-Oosten werd de tour deze keer georganiseerd voor de jonge representeerders in de Rubukwan Foundation, die een gratis lidmaatschap kregen in de Sharjah Open Innovation Lab van het Sharjah Research Technology Innovation Park. Meer dan 30 jonge presenteerders die hebben bewezen hun unanimiteit op zijn wetenschap en technologie en de taalrijke wereldwijde en regionale prijzen hebben gewonnen in het gebied van robotica en codering, bezochten O&Q Centrum en over te leren van zijn stringtransport en infrastructuurtechnologieën. De bezoekers maakten kennis met een kantoor waar het bedrijf een milieuvriendelijk en duurzaam groene eco-house ontworpen met de vooclusters in de Linear City concept, waarvan die in de werkend model aan de jongere onderzoekers werd getoond. De jongeren toonden oprechte belangstelling voor de concept en steden en veel vragen. En de supersnelle module met 6 zitplaatsen en de proefrit en de veilig gecertificeerd tropisch voertuig overtuigend de bezoekers van de comfort, betrouwbaarheid en natuurlijk milieuvriendelijkheid van de viaduct. De rondleiding vond plaats in de vorm van een actieve dialoog over de innovaties en de vooruitzichten voor de vervoerssector, waarin de stringtechnologie zich onderscheidt door haar onmiskenbare voordelen. Beste collega's, het project blijft de nadruk leggen op het interactie met de onderwijsinstellingen die steeds meer in de gang komt. Deze keer weer dankzij de Sharjah Research Technology Innovation Park en opwinnende excursie georganiseerd door de studenten van de Pandit Deen Dayal Energy University in India onder de leiding van Dr. Pravin Kodirge, universitair hoofddocent, Department of Chemical Engineering, School of Technology. Dr. Kodirge is in de oprichters van het Centrum van Onderzoek van de Biobrandstoffen in Bioenergie. Zij leerde veel over de ontwerpkenmerken van de halfstijve spoorstructuur en besteedde bijzondere aandacht aan het Linear City model. Een concept en bouwinhoud van de milieuvriendelijke nederzetting van de ontwikkeling van openbaar vervoer, groene energie en natuurlijk hoogontwikkelde economie. Het project bedankt voor de kans om jongeren te geven om een unieke potentieel van de stringtransport in infrastructuurtechnologie te laten zien en kijkt er nu naar de nieuwe bezoekers die geïnteresseerd zijn voor de innovatieve vervoerssystemen in haar onderzoekscentrum te verwelkomen. Geachte investeerders,
van het RSW-systeem. Wij zijn alle voorstander van een innoverend project. Het zal u niet verbazen dat het alleen kan worden uitgevoerd met behulp van dezelfde methoden die makers ervan vaak moeten uitvinden. De String technologiebedrijf heeft onlangs een alternatieve verankeringsmethode door het touw getest die als innovatief kan worden omschreven. De testcyclus begon in een productiefaciliteit. Het idee behoort toen aan algemene ontwerpen van het project. De uitvinder van de String Transport heeft verankerings een speciaal apparaat in een spantank. Deze inrichting is een rail in het transport erop houdt. Gewoonlijk wordt de spantank gebruikt om de dragende elementen van de bruggen, kabelbanen en andere soortgelijke constructie vast te zetten. Die afmetingen van de spantank laten echter niet altijd de noodzakelijke montage in de verankeringseenheid toe. Die bracht ons een idee om een eigen verankeringsmethode te ontwikkelen waarmee de positieve positie van de touwen en verankeringseenheden naar het gewenste ontwerp kan worden gevormd. Die algemene ontwerpen en bedrijfsten stelden die het en de staalkabel en de spoorstructuur van de specifieke claim en vast zit. Deze methode zal de metaalintensiteit van de verankeringsconstructie verminderen en bijgevolgd de kostendruk uit de installatie en constructie te vereenvoudigen. Beste collega's, we weten allemaal dat passagiers in het openbaar vervoer lijden aan totale uitputting. Die reismoeheid is genoemd met de bijbehorende attributen zoals apathie, energieverlies, chronische vermoeidheid, slechte stemmingen zonder enige reden. Zoals we weten kan je minder dan in 1 uur en de ondergronds blijven zonder de gezondheid te schaden van de ondervindt. Nadelige gezondheidseffecten zijn onder meer extreem lawaai, sterke elektromagnetische velden, claustrofobie, en overmatige drukte van de besloten ondergrondse ruimte. Volgens een nieuwe document van de ontwikkelaar van de String Transport is een nieuwe studie over de geluidsniveau in het vervoerssysteem van New York City hebben onderzoekers van de Mailman School of Public Health van Columbia University ontdekt dat ondergrondse geluidsniveaus door de Wereldgezondheidsorganisatie en de US Environmental Protection Agency aanbevolen niveaus kunnen overschrijden. Volgens de studie kan een blootstelling van slechts 30 minuten per dag in de lawaai gemeten in het openbaar vervoer in New York City leiden tot zelfs gehoorverlies. Ingeademde lucht bevat veel potentieel giftig stoffen die variëren naar de gelang van de bron van de plaats. Die privéauto's is ook niet bevorderlijk voor het reiscomfort, omdat die vast komt zitten in het verkeer van de chauffeurs nerveus maakt met de chronische stress, tot gevolg van inclusief de noodzaak van die situatie op de weg intensief te analyseren, op de veilig te kunnen rijden. Reismoeheid wordt ook veroorzaakt door de menselijke fysiologie en vestibulaire systeem kan niet tegen veelvoudig remmen en optrekken, trillingen, schokken en de veel lawaai. Bovendien hangt de vermoeidheid van de passagiers niet alleen af van de trillingsmodi van de carrosserie, maar ook de duur van de invloed van de dergelijke versnellingen. Beste gelijksmeden, de ontwikkelaar van de stringtechnologie heeft een artikel gepubliceerd waarin de huidige stand van de zaken in Ecotechnopark wordt beschreven en meer bepaald de baanstructuur op het spoorsoorten aanwezig te zijn. De stringtransport is een sleutelelement van de stringvervoer en het infrastructuurcomplex. Dankzij het ontwerp wordt het rollend materiaal niet bedreigd door de verkeersstoppingen en ongevallen.
en neemt die snaarweg geen grote oppervlakken in beslag. Er zijn verschillende soorten spoorstructuren. Ze worden algemeen allemaal voorgesteld op het grondgebied van Ecotechnopark in Wit-Rusland en hebben elk hun kenmerken, maar in wezen waar de snaar en baan en de lichtgewicht robuust, duurzaam en transportviaduct indien nodig, biedt die spoorstructuur de plaats en de glasvezelcommunicatie leiden en elektriciteitsleidingen en productieleidingen. De structuur is gebaseerd op het voorgespannen koorden die tussen twee massieve verankerde steunen zijn gespannen. Daartussen worden die rails ondersteund door de lichtgebied tussensteunen. Het verankerde steunen kunnen gebouwen zijn, de combinatie met de stations, winkelcentra's, woon- en industriegebouwen. Die steunen kunnen ook worden gebruikt voor de windturbines en zonne-energie trails. Die Ecotechnopark beschikt over 5 verschillende rail- en snaarrailverslagen, flexibel, superlicht, stijf, halfstijf en gespecialiseerd vrachtvervoer. Elke is ontworpen om de werking van het vervoer onder verschillende omstandigheden te testen met verschillende spanparameters en materiaalcapaciteit. De grote belangstelling van Rwanda Development Board for Innovative String Transport en Infrastructuurtechnologie maakte een bezoek en project vervoersvertegenwoordigers aan Kigali. Dat is een hoofdstad in Rwanda, van Rwanda, die mogelijk van de ontmoeting met de minister van de Infrastructuur, de vice-burgemeester en de minister van de Urbanisatie en Infrastructuur van Kigali en de algemene directeur van Innovation City. Leden van de delegatie stelden opties voor de personenvervoersprojecten voor de nodige ingenieurs en specialisten uit Rwanda in charge te brengen om meer over technologie te weten komen. Bij de besprekingen werd de voorrang gegeven aan het potentieel van onze transport tussen Kigali en de luchthaven die in aanbouw is momenteel. Deze route zou passagiers in staat kunnen stellen hun bestemmingen snel, veilig en comfortabel te bereiken. Er zijn ook enkele opties overwogen voor de aanleg van een openbaar vervoersnet in Kigali. Rwanda is zich daarbij gevoegd aan de belangrijkste voordelen van de stringtransport, van de financiële efficiëntie en de milieuvriendelijkheid en de toepasbaarheid in het heuvelachtig terrein. De Rwandese ambtenaren hebben de belangstelling getoond voor de aanleg van de spoorstructuurtrajecten, hebben te wens die eerste stappen aangegeven voor de uitvoering van de voorgestelde projecten. Beste vrienden, we hebben informatie verstrekt over de dochteronderneming van de Midden-Oosten, van de ontwikkelaar van de stringtechnologie over de projecten in Rwanda. En vandaag wordt deze informatie aangevuld met de verslag van de moedermaatschappij in de moeder stringtransport infrastructuurcomplexen ook in Lesotho toe te passen. Dit werd afgegaan door de deelname van de onderneming aan de internationale forum Rwanda 2022 die in Kigali vond plaats. Lesotho heeft het is een heel grote land en ligt aan de hoogte van 1400 meter boven de zeespiegel. Daarom is het erg duur en moeilijk om hier de traditionele vervoersverbindingen af te leggen. En daarom is het stringtransport echt een betaalbaar en efficiënt alternatief kan worden, omdat in potentieel het land en de grootst in de regio's met moeilijk begangbaar terrein, de spoorstructuur vereist niet in aanleg van de talensbruggen, knooppunten, dijkers en andere kunstwerken. Door de grote overspanningen tussen de steunpunten van de 2000 meter kan de draadstrook
over de diverse hindernissen worden gelegd. Overeen gaat de koning Teletsi de derde, die Afrikaanse natie, eerder al bezoek gebracht na de demonstratie in het testcentrum op onze testcentrum in Sharjah. Beste RSV-abonnees, hier is meer belangrijk nieuws, want de Sharjah, die tak van het project, zal uitvoeren, zoals jullie waarschijnlijk weten, is de installatie van structuur en constructiefase wanneer een stringrail door spoorstructuur wordt gecreëerd, is bijna afgerond. Elke element van de schraag moet in de schrik vastgesteld. Tijdens de strikte volgorde worden die alle details geïnstalleerd. Die halfstijve railstructuur is opgebouwd uit een heel groot aantal componenten die elk van specifieke functie vervullen. Die compositiebehuizing vormt een stijve en lichte bescherming van de snaren tegen de omgevings in andere externe invloeden. En de snarrail zelf te dragen van nodige belasting, terwijl dit aluminiumprofiel het mogelijk maakt de elektrische stromen over de lange afstanden met de minimale verliezen over te brengen. Al deze onderdelen vormen samen een sportviaduct om ervoor te zorgen dat element van de sportstructuur collectief functioneert. Moeten alle fasen van de bouwtechniek strikt in acht worden genomen. Het afwijken van de snaren is slechts één van deze fasen. Ik kan natuurlijk veel vertellen over die afronding van de legging van de stringvoorbereidingen, maar is beter natuurlijk dat wij allemaal in een korte video kunnen bekijken hoe het proces wordt afgerond. Tot binnenkort. En wij doen natuurlijk verder, dames en heren. De Engelse publicatie Railway Technology heeft een artikel gepubliceerd waarin die efficiënte stringtransportvervoersoplossingen voor het personenvervoer worden belicht. Het bedrijf dat die technologie ontwikkelt, ontwerpt, vervaardigt en testtransportinfrastructuurcomplexen worden gebruikt. Deze omvatten stedelijk interlokaal passagiervervoer, onbemande elektrische voertuigen en stallenwielen die zich boven de grond voortbewegen met de snelheid tot 150 km per uur, zijn in staat efficiënt persoonvervoer te verzorgen tot, stel je voor, 50.000 personen per uur. Is toch een heel fantastische cijfer. De kenmerken van de stringtechnologie maken het mogelijk de vervoer van het maximale aantal passagiers tegen minimale kosten te organiseren. Voertuigen kunnen de verschillende capaciteiten hebben. Het rollend materiaal kan worden gecombineerd tot trein van meerdere voertuigen. Het aantal elektrische sportvoertuigen in de koppelingen hangt af van de dichtheid van de reizigersverkeer. De stringtransport is infrastructuurcomplexen kunnen worden gebruikt als verbinding tussen de grootstedelijke en de voorstedelijke gebieden. Steden kunnen ook worden verbonden met de luchthavens, zeehavens en natuurlijk de grote spoorwegstations.
Beste mensen, met plezier wil ik met jullie aan jullie deelnemen. Dat is een stukje van het nieuws van de Sharjah en de voordelen van de stringtransport ten opzichte van hun concurrenten natuurlijk. En het milieupotentieel ervan is veel groter dan bij welk bestaat vervoerssysteem ook. Het is veel mijlen milieuvriendelijker, comfortabeler, economischer, veiliger in alle bekende vervoerswijzen, dankzij de volgende voordelen: geen uitstoot en de broeikasgassen en de giftige stoffen, een laag verbruik, hulpbronnen, energie van alle stadia van een complexe levercyclus, het spoorwegviaduct verstoord en relief, biogenose en de biodiversiteit van de aangrenzende natuurgebieden. Die sportviaducten vernietigt geen vruchtbare bodem en de vegetatie en de kortspoor belemmert de beweging van de grond en de oppervlakte, beweging van de mensen, huisdieren en vinden dieren niet. Wij zijn verheugd nog een interessant bericht met jullie te delen. United Vehicle Robotics is een ontwikkelaar van de stringtechnologie, demonstreerde zijn volledig autonome op helikopters gebaseerde vrachtdrones met luchtruim boven Rail Al Haima. Die medewerkers van de test- en certificeringscentrum in Sharjah, vestiging en het project, evalueerde als eerste potentiële voordeel van de gebruik van deze drone voor aanleg waar de daar op volgende exploitatie van de sneltrajecten en mogelijk bereikbare gebieden. De UVR-drones met de groot hefvermogen kunnen grotere ladingen vervoeren gedurende langere perioden in de lucht blijven. En tegenstelling tot andere drones met kleinere landingen en korte vliegtijden. En de indrukwekkende is dat die kunnen opheffen tussen 200 tot 2000 kilo. Wordt beschouwd als ultrahoog onder de civiele drones. Ik heb een klein videootje voorbereid voor jullie. Laten we eens kijken voor deze machine in het werkelijkheid staan. Het eco-woningproject met het systeem van vernieuwbare energie is ontworpen voor de nieuwe type van een woonklaster, verbonden door met de sneltransport werken met het concept van de groene staat, groene energie en hoogontwikkelde economie. Het wordt momenteel geïmplementeerd en gedemonstreerd als werkend model van de, met 5 operationele sporen met het test- en certificeringscentrum in Sharjah. Die ecohuis is ontworpen om nul impact op milieu te hebben en de menselijke gezondheid te beschermen. Het is een ideale plaats om mensvriendelijk microklimaat te schepen, optimale vochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur en zo verder te behouden. Het huis is onafhankelijk ecosysteem. Zijn de bewoners niet alleen voorzien van de elektriciteit en verwarming en eventuele verkoeling, maar ook een zelfwekend biologisch voedsel. Het dak van huis is een hoogtechnologische serre geschikt voor de kweken van de fruit en groenten een hele jaar door met behulp van speciaal gecreëerde vruchtbare grond. Dergelijke kassen zullen de landbouw ingrijpend veranderen en de belangrijke stap vormen in de richting van de oplossing van het probleem van energietekort. Praktisch gezien is een ecohuis reeds gerealiseerd vorm in het Stringhuis in Sharjah.
sorry. De stringtechnologie divisie van de Verenigde Arabische Emiraten, gevestigde ontwikkelaar, heeft een presentatie gegeven van zijn passagiersvervoer dat gemakkelijk in de stedelijke omgeving kan worden geïntegreerd om het aantal belangrijke voordelen te tonen. Verhoogde veiligheid van het hoge snelheidsvervoer doordat die rollend materiaal hoog boven de grond wordt verplaatst. Minimale ruimte die in beslag wordt genomen door de bovenkruisingen van de snarrail die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het elke logistieke taak. Lagere bouw- en exploitatiekosten in het vergelijking met andere soorten van bovenkruisingen en de ondergrondse metro's. Die eerste stedelijke route is reeds in gebruik genomen in Sharjah. Het is volledig gecertificeerd en omvat de volgende elementen: onderhoudsstation voor de rollend materiaal, bestaande uit de controlkamer, schakelbord, de serverruimte, werkplaats en zo verder. Ik heb ook heel interessante voor jullie voorbereid. Dames en heren, bekijk deze video. Ons systeem werkt, alstublieft. Zo, dames en heren, dat ziet fantastisch uit en dat is onze algemene toekomst. En wij doen ons verder.
En met genoten delen wij mee de verslag van de afdeling Midden-Oosten in de Stream Transport Developer over het bezoek van de delegatie van Frauscher Sensor Technology, een toonaangevend bedrijf in de spoorwegenindustrie, meer dan in 140 landen. De delegatie bestond uit topmanagers uit de hele wereld. De bezoekers hebben het lijnmodel van de stad gezien en de presentatie van de stringtechnologie die in de grote vermogen in de bovenleiding gedemonstreerd. Snarrail en hard van streninginfrastructuur die kenmerken van een flexibele string en de stijve balk te combineren. Dus geïnspireerd door de proefrit op het bespannend rollend materiaal, waren die genodigden vertegenwoordigers van de technologieontwikkelaar dankbaar voor de fascinerende rondleiding door het centrum, waarbij de hun belangstelling uitspraken voor de nauwe samenwerking in de toekomst. Op het professionele sociale netwerk is ontwikkelaar van de stringtechnologie en een video verschenen waarop in de vrachtwagen in de werking te zien is. Een dergelijk vervoers- en infrastructuurcomplex komt in het best te zien in de echte moeilijke en bereikbare in afgelegen gebieden. Bijvoorbeeld in het woestijn of in de bergen die snelweg in bestaan tegen de barre weeromstandigheden. De levensduur kan oplopen tot 100 jaar, dames en heren. En andere voordelen van de volledige traagcontrole van de ononderbroken werking in de klok rond. Volledig geautomatiseerde controlesysteem met het verhoogde type van de spoorstructuur. Voorkomen botsingen in vreemde voorwerpen en ongevallen. De toegankelijkheid en de snelheid van de goederenvervoer mogen niet over dit hoofd worden gezien. Het complex staat tot 100 miljoen ton vracht per jaar te vervoeren. Een paar weken geleden hebben we over de nieuwe Unibus-model verteld die in Ecotechnopark productie is genomen om de mechanische viering door de innovatieve luchtviering te vervangen. En de redenen voor deze verbetering hebben we ook uitgelegd. De belangrijkste taak van onze aanpassingen is om maximale comfort te bereiken en tegelijkertijd in de viering van ons systeem te verbeteren. Het ontwerp bepaalt op het hoogte ultra-hoge snelheden en comfortabel te veilig voertuigen, passagiers te zijn. En de rijbelasting moet vibreren tussen 60 en 100 trainingen per minuut. Die pneumatische viering, die een mechanische viering heeft vervangen, zorgde voor de aanzienlijke verbetering van de rij-eigenschappen. Het niveau van comfort kan worden vergeleken met een premium auto's, het gehele passagiersmateriaal is tegenwoordig met zulke viering is aangerust. Dus, hoe werkt onze stringtransport? Ik wil een paar woordjes zeggen. Laten we enkele voorbeelden bekijken. De voertuigen zijn gemaakt van een zeer licht polycarbonaat, uitgerust met een elektrische motor die ook ultralicht is. Het gebruikt zonnepanelen en de windenergie, maar ook gewone elektriciteit om te draaien. De windmolens en zonnepanelen worden gebruikt om energie op te wekken. Super efficiënte elektromotoren verbruiken een minimale hoeveelheid van energie wat aanzienlijke besparingen mogelijk maakt. De unieke voordelen van het transportsysteem ontwikkeld door de Unitsky String Technology maakt en mogelijk geïntegreerd gebruik op te maken van de geavanceerde vervoersmiddelen op het gebied van elektrisch, snel en milieuvriendelijk vervoer. De versterking van onze posities in het Midden-Oosten is de belangrijkste tendens van dit jaar. Onze technologie is officieel gepresenteerd aan potentieel voor de uitvoering van de infrastructuurontwikkelingsplan van Dubai, die voor minister van Vervoer in het land is goedgekeurd. Deze gebeurtenis is breed uitgezonden in de media van de Emiraten. Tijdens de vergadering werd er bijzondere aandacht besteed over de spoorstructuur, verankeringen en tussenpunten voor bepaalde belastingen. En er wordt uitgegaan
die tijdens hun normale werking kunnen die heel lang niet beschadigd worden. Hij voerde de regelmatige testrijdjes niet alleen die Technopark in Wit-Rusland, maar ook in Sharjah. Onze bovengrondse sportstructures zijn praktisch die functie overschrijdend. En nu, dames en heren, wil ik heel graag onze samenvatting geven op onze webinar van vandaag langzaam af te ronden. Heel jaar door zijn we samen geweest met het Skyway-project. Blijven ondersteunen. En wij, onze steun heeft in het project geholpen onderweg belangrijk zijn mijlpalen te bereiken. Transport, dat zal helpen de commerciële ontwikkeling van de technologie op gang te brengen. Ook daar in de Arabische Emiraten momenteel is een testbaan in aanleg waar we die, onze stringtransport op hoge snelheid zullen zien. Dit jaar hebben de tientallen belangrijkste internationale media over de verwijzingen in het project geschreven. Kranten kopen over de stringtransport verschenen in de CNN, The National. In de herfst van vorig jaar ging het in Dubai eindelijk die baanbrekend evenement van start, de internationale expo. En natuurlijk de belangrijkste, dankzij alle gezamenlijke inspanningen in het Skyway-project, is afgelopen jaar is nieuwe ontwikkelingsfase gekomen. En we zijn allemaal een stap dichter bij de commercialisatie van de stringtransport. Tienduizenden van onze investeerders over de hele wereld hebben materiaal over de technologie uitgewisseld. Dit jaar zal onze meest actieve partners persoonlijk bijeenkomen in de Arabische Emiraten om resultaten van dit project te evalueren. En ondanks de zeer gespannen politieke sfeer, jullie weten wat in de wereld gebeurd is, op dit moment zullen wij de Skyworld Community verder ondersteunen. En ik hoop dat volgende webinar kan ik meer positieve nieuws voor jullie, aan jullie vertellen. Heel goede nacht, hartelijk bedankt en tot volgende zitting. Dank u. Thank you.